Het zorgt voor flink wat onrust dat Yvonne Jaspers zich lijkt te hebben ontpopt tot een soort gemene boerenboelie. Ze deed vorige week in de kick-off van Boer zoekt vrouw echt heel gemeen tegen een boer die nog maagd is. Hoe oud ben jij? Vroeg ze hem bijna verwijtend. Toch hoeft ze niet op het matje te komen bij KRO en CRV. Wel wordt Yvonne nu gestraft door de mannen van Even tot hier. Ze werd gisteravond flink op de hak genomen in de kijkcijferhit. Caroline van der Plas gaat de boeren redden, merkt Niels van der Laan op een gegeven moment op. Collega Jeroen Woe, en dat mag ook wel, hè, want de boeren hebben helemaal niets meer. Niels, nee, die hebben geen bedrijven meer, geen toekomst en zelfs geen Yvonne Jaspers meer. Jeroen, wat? Niels, nee, zelfs Yvonne Jaspers heeft zich tegen de boeren gekeerd. Heb je dat niet gezien? Ach, Yvonne heeft een boer die nog maagd is een levenslang trauma aangepraat. Waarom ben je nog maagd, boer? Na het fragment van Yvonne gemene interview met boer Heiko, zegt Niels, die arme boer. Yvonne, wat doe je? Natuurlijk, het is wel een oplossing voor de stikstof als ze zich niet voorplanten, maar dit is sneu. Even later, Caroline is toch een soort Yvonne Jaspers, hè? Ze lijkt aardig voor de boeren, maar ze maakt ze kapot. Verderop in de uitzending gaat het over het aantal discriminatie-incidenten op grond van seksualiteit. Eén iemand blijkt in 2022 te zijn gediscrimineerd vanwege zijn of haar maagdelijkheid. De dader is opgepakt, klinkt het, waarna een grote foto van Yvonne J. in beeld verschijnt. Aan het eind spelen Jeroen en Niels het onderonsje tussen Yvonne en de arme boer ook nog eens na. Welke BN'ers waren nog meer de klos in deze Even tot hier? Jack van Gelder werd zittend in een bad gebruikt als metafoor voor de stikstofproblematiek en ook het drama van de nieuwe Marieke Elsinga-show Alles is Muziek kwam even aan bod, dat is onzin. Dit slaat als Irene Moors op een sjoelbak. Over de onrust die in Frankrijk is ontstaan over het verhogen van de pensioenleeftijd, het is een heel land vol wietsende jagers. Wat een luiwammense. En over de protesten aldaar, het zijn de grootste vechtpartijen in Parijs sinds Matthijs van Nieuwkerk daar chansons opnam.